Heb je het al gehoord? Roept mijn oude schoolvriend Ton vanaf de overkant van Verdronken Noord. Alkmaar 54 houdt op te bestaan. Alkmaar 54 houdt op te bestaan? Ja, ze gaan samen met FC Zaanstreek. Alkmaar houdt op te bestaan. Alkmaar 54, mijn clubpie, waar ik sinds 1954 kom. Alkmaar 54, de club van illustere figuren als Snabili, Pegeman, Kabel, De Smitjes, Henk van der Hoef, Frits Jansen, Houtkoper, enzovoort, enzovoort. Houdt deze club op te bestaan? Weer verloren van de Ben. Ga niet goed met ons Alkmaar 54. Klopt van de Hoef. Moet er een speler bij, voorzitter? Eigenlijk wel als secretaris. Maar wie? Nou, ik was wel onder de indruk van die De Jager van Zaanstreek. Ja. Twee keer verloren dit seizoen van die Zaankanters. Het seizoen 65-66 deden ze het vrij goed. Eindigde op de tweede of derde plaats. Waren bijna gepromoveerd weer naar de Eredivisie. Maar het laatste jaar, het jaar 66-67, nou, was het niet best. Zeer matig. In een van die wedstrijden, dat was de thuiswedstrijd, die Zaanstreek, de thuiswedstrijd van Alkmaar dan, die Zaanstreek met 2-1 won. Ja, daar speelde Willem de Jager, de sterren van de hemel. Wat ik ook apart vind, hoe we het veld opkomen. Dat we een cirkeltje maken rondom de middencirkel. Nou, wat wel heel grappig was, ik merkte nooit dat hij zenuwachtig of zo was voor een wedstrijd. En als het afgelopen was, daar is hij ook wel eens op aangesproken, was hij altijd het eerste gewassen en gekleed, kwam hij de kleedkamers uit. Nooit nazitten. Nee, als eerste was hij en wegwezen, douchen, we aankleden en naar huis. Maar ook, ik merkte ook nooit als hij had gewonnen of verloren dat hij daar chagrijnig van was. Eigenlijk, nee, was het niet zo'n fanatiek iemand ermee. Voorzitter, onze nieuwe trainer Talbot, die kent die De Jager nog uit zijn DWS-tijd. Is onze trainer gecharmeerd van hem? Ja, hij vindt het een goede speler. Dan moeten we hem hebben. Maar veel geld is er niet, voorzitter. Maakt niet uit. We moeten hem hebben. Zo'n goede speler past toch beter bij ons dan bij die zunige Zaankanters. Het grote verschil is dat Alkmaar een historische club was. Een van de eerste verenigingen in betaald voetbal. En Zaanstreek was voortgekomen uit KFC en bestond net een paar jaar. Nou, dat verslijt wel natuurlijk schoenen, dit wat jullie doen, of niet? Ja. We zijn hier in het skatepark in Kool van de Zaan. En dit is op de plek waar vroeger het oude FC Zaanstreek KFC-veld was. Langs de provinciale weg. Hierboven is de Koentunnel weggekomen, dus de A8. En er was hier de oude houten tribune met het clubhuis op de hoek bij de ingang. Dan de tribunes.
Dan aan de andere kant, daar bij de Dwarsstraat, was dan de Oosttribune. Wat staat jou daarvan bij, van het oude KFC-veld? Dat het een waardeloos veld was. Het hoefde niet even geregend te hebben of je kon er eigenlijk al niet meer op spelen. En wat ook heel eng was, dat de slootjes die ernaast lagen. En als het een beetje stevig geregend had, dan waren dat sloten geworden. Dus als je een beetje pech had en je kreeg een duwtje aan de buitenkant, dan kon je je zwempak aantrekken, want dan lag je in de sloot. En het leuke vind ik nog altijd, Gerry Clement, de linksbuiten, een klein kereltje. Die kwam met blauw-wit ook een en ander gewend. En die, door een slijding, raakte die in die greppel. En alleen dat kleine kopje van hem, die kwam boven die greppel uit. En voor de rest was hij helemaal zwart. Dat was gebeurde voor hem gelukkig vlak voor de rust. Dus hij is meteen maar de kleedkamer ingegaan. Het stonk natuurlijk vreselijk in die kleedkamer. En hij heeft zich verschoond. En hij dreigde eerst dat hij niet meer mee zou spelen. Maar goed, dat is dan wel gebeurd. Het tweede jaar van SS Zaanstreek was een uitwedstrijd tweede pasdag tegen Vitesse uit. En toen brak ik mijn enkel. En er was 5 of 6 wedstrijden voor het einde. En zo ben ik het veld afgedragen. En de medische verzorging toen was nog niet zo veel goed. En er was niet veel aan de hand, maar ik kon er niet op staan en kon er ook niet op lopen. Maar ik had dus achteraf mijn enkel gebroken. Door diezelfde Wim de Jager ben ik naar het station gedragen op zijn nek. Er was geen vervoer verder. Maar de promotie naar de eerste divisie heb je toen wel gemist, hè? Ja, dat is zo. Dat, wij promoveerden tegen AGOV uit. En die heb ik inderdaad gemist. Voor het zeevier, het verhaal. Die helemaal de vernieling ingereden werd. Oh, tel. Wim had een Ford Zeevier en dat was een hele slechte auto. Maar in ieder geval eerst de auto. En die stond dan daar bij dat veld. En die mannen, die spelers gingen allemaal op die platte wagen naar door het hele dorp en naar dat restaurant. Maar die auto die moest ook daarheen gebracht worden. En toen van Sander Popovic, die speelde er toen ook nog bij. Die zijn vrouw kon auto rijden. Dus die ging met die auto rijden. Nou, die heeft het zo verkeerd behandeld. Dus ja, er waren allemaal dingen aan stuk. Kleppen waren kapot. Oh, de kleppen. Nou, was dat het. En dan had je dan ook een garage-eigenaar, zwart, in Bormerveer. En die was ook heel erg supporter. En in de glorie van het feest had hij gezegd... Nou, Wim, maak je geen zorgen. Wij maken die auto voor je. Voor een weinig centje. Nou, toen de euforie was verdwenen, toen kregen we wel gewoon mooi de rekening. Ik geloof wel 1000 gulden. Ja. Dat is krokken. Ja. Die auto had 1500 gulden gekost. Ja. En zoveel moesten we betalen aan reparatie.
Ja, Wim, daar heb ik altijd een zwak voor gehad. Hij heeft in feite nooit die erkenning gekregen. Alhoewel, het was wel zo in die eerste twee jaar van FC Zaanstreek dat Leo Horn, die had toen een column in de televisier, dacht ik. En die heeft toen nog over Wim de Jager geschreven. Dus dat hij in Nederlands elftal moest. Zo goed was hij. FC Zaanstreek, Jan Kijk spreekt u. Ja, met Henk spreek je. Hey, hallo Henk, hoe gaat het? Ja, het gaat goed. We hebben namelijk een akkoord met de jager van jullie. Ho, wacht. Wim de Jager? Jazeker. Ik weet niet of dat... Dat is niet zo mooi. Maar we willen hem heel graag hebben. Hey. Hij wil ook komen. Oké, je hoort nog van ons, Henk. Is goed, spreek je. Dus ik ben naar Alkmaar gegaan, want dat vroeg is of ik langs wilde komen. En toen hebben wij dus gesproken. En of ik dus hier naartoe wilde komen, nou, dat vond ik wel leuk. En of ik dus eventueel nog wens had. Ja, zeker had ik nog wel wensen, want ten eerste zat ik met mijn werk. Ten tweede met behuizing. En wij zochten dus een huis, omdat mijn vrouw was inmiddels in verwachting. Molenaar, goed dat je er bent. Wij hebben een groot probleem. Oh? Alkmaar is rond met Wim de Jager. Nou ja, dat kan zomaar niet. Dat is een van onze beste spelers. Nou, ze bieden hem naast geld een woning en een baan als stratenmaak. Dat kon dus gerealiseerd worden door Alkmaar 54. Want die kreeg in die tijd nog wat woningen van de gemeente beschikbaar gesteld voor mensen die dus buiten Alkmaar naar Alkmaar toe kwamen. Konden ze een woning aanbieden. En daar had ik dus... van kunnen profiteren, dus dat was allemaal geregeld. Ik denk, nou, ik word wel eerder gebeld dat het voor elkaar is, want hun gingen dus naar FC Zaanstreek om dus over mij te praten of ze mij over konden nemen. Alkmaar had veel meer publiek als hier, dus ja, het was voor Wim was het fantastisch wel. Dus die was meteen akkoord. Hij had geen zaakwaarnemer, dat deed hij dus allemaal zelf. Ja, maar ja, toen moest er wel betaald worden natuurlijk door Alkmaar 54, de transfersom. Heren, wij hebben een akkoord met speler De Jager. Hij wil graag voor ons spelen. Ja, is leuk en aardig, maar dat gaat zomaar niet. Maar Klaas, als een speler weg wil, dan wil hij weg. En wij horen in de Eredivisie. En daar komen we ook. Dat gaat jullie centen kosten. 75.000 en anders gaat het niet door. Klaas Molenaar was toch wel een beetje een streber. Hè? Wat hij wilde, dat moest zo gebeuren. En heel graag in overleg, maar er zat toch altijd wel een beetje een dwingende toon achter. Dat is Klaas. Maar een fantastische vent en ja, man naar buiten, een PR-man. Kon altijd zijn woordje doen, mensen stimuleren. Ja, mooie man. Bijzondere plek. Mijn vader en mijn oom deden de zaken op de wedstrijden bij Bastora. En als het afgelopen was, gingen ze naar de Zwarte Walvis om een heerlijke borrel te drinken en een hapje te eten. Ja, precies. Ik was de eerste levende mascotte in Nederland, heb ik begrepen. Ik mocht dat handje van mijn vader, die aanvoerder was, mocht ik het veld oplopen. En dat heb ik een aantal jaren gedaan. Dat was erg leuk. Eén keer mocht je niet, hè? Oh, hou op. Ja, dat was tegen Feyenoord. Bekende bekerwedstrijd tegen Feyenoord. Mocht ik niet mee. De hoofdse post, de heer Veen, Koveen. Hele lieve man overigens. Die had mij tegen. Hij zegt, dat gaat allemaal te snel. Ze lopen te snel, dat moet je niet doen. Dus ik was zeer beledigd. Ik ben boven in de tribune gaan zitten. En ik heb dat helaas niet meegemaakt. Maar de wedstrijd wel, natuurlijk. Voorzitter, belachelijk 75.000 gulden. Daar kan niemand betalen hier boven het Noordzeekanaal. En eronder ook niet. Ze willen ons pootje lichten, denk. Er moet een plan B komen. Kijk, dit zijn de aardappels die wij gebruiken. Die zijn nog een beetje vuil. En dan gaan ze over een machine heen, die poetst de laatste prut eraf. En dan zijn ze goed.
Het is echt familiebedrijf, hè? Ja, ja, familiebedrijf. Het bestaat nu vorig jaar 100 jaar. Daar hebben we ook het hoofdleverancierschap gekregen. Waar we uiteraard heel trots op zijn. Mijn vader omschrijven. Ja, wat voor man. Het was een toch ook wel een rustige man. Maar ja, hij wist precies wat hij wilde. Hij had een pad uitgestippeld en ja, dan was er weinig dat hem tegenhield. Als hij zich eenmaal ergens voor ingezet had, dan ging hij door. Dan was het, ja, dan ging hij tot het gaatje, bij wijze van spreken. Jan, Klaas, wij hebben een veel beter voorstel. En? We hebben een paar spelers voor jullie. Jullie krijgen drie spelers en wij de jager. Geen een van jullie spelers kan tippen aan de jager, hè? Dat weet jij ook. Ik werd net als mij op de hoogte gehouden van we zijn er nog mee bezig en al dat soort dingen meer. Dus ik zag mijn geestel dwalen. Ik denk dat er gebeurt niks meer. Dat het is over. Weg huis. Weg bonus van, want toen kreeg je nog een bonus van je transferbedrag. Dat was ook 15%. Ook dat weg. Dus we gaan gewoon weer door hier. En ja, we moeten weer aanstudderen met onze situatie. 75.000 en anders gaat het niet door. 20.000 en twee spelers vooruit. We hebben er wel wat voor over. Nee. 75.000? Maar waarom hebben jullie zoveel geld nodig? Slecht bij kas. Nee, dan jullie. Akkoordjes sluiten met spelers die je helemaal niet kan betalen. Het ging zo slecht wat de financiën betreft van FC Zaanstreek. Nog slechter dan van Alkmaar 54. Het zat erin dat Zaanstreek nog maar 1 of 2 jaar zou voortbestaan. De achterban, de Zaanstreek, die was in feite niet groot genoeg. Want zoals hier met SS Zaanstreek ook. Nou, we hebben wel eens 4.000, 5.000 mensen getrokken, maar meer ook niet. Dus in feite was die achterban er niet. Grote amateurclubs waren hier toen in de tijd in de Zaanstreek. Dus ja, het sloeg niet aan. Ik had twee ooms van mijn moeders kant, die hadden functies bij ZFC. En dat was de club waar KFC mee, of FC Zaanstreek mee samen moest gaan. En dat zou de topclub moeten worden. Met basisspelers van KFC en FC Zaanstreek. En dat is niet gelukt helaas. Voorzitter Stienstra van ZFC die heeft dat hoogstpersoonlijk jaren tegengehouden. Tenminste, dat is mij duidelijk geworden. En het is niet van de grond gekomen. We komen er niet uit, Klaas. Wat doen we? Ja, ik kan Wim de Jager niet laten gaan. Klaas, wij hebben het veld. En veel publiek. En jullie de spelers. Je bedoelt... samen? En dit was toch een unieke kans om alsnog voor die grote plannen te gaan. En vandaar dat het Alkmaar werd. Nou, uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat hij kon het verschrikkelijk goed halen met Klaas Molenaar. Dat is toch in die tijd ook een persoonlijke vriend van hem geworden. Beide clubs hadden elkaar snel gevonden. Het ging leiden tot de fusie. En ik? Ik vond er niks aan. Want wat moet je met al die Zaanse voetballers erbij? Heren! We hebben de oplossing. Wij hebben het veld. Wij de spelers. Dus, volgend seizoen Alkmaar Zaanstreek. Buiman, rondje. En dat kwam voor ons dus heel mooi uit. Want wij waren net getrouwd. Of waar ging je net trouwen? En we hadden dus helemaal niks van, we woonden bij mijn schoonouders in. En toen kregen we dus deze woning aangeboden. Nou, die stond als ware nog in de stijgers dat we hier kwamen. Dus mooier was ze niet voor ons. We waren zeer gelukkig ermee. Je
Wij kwamen met 8 spelers van de FC Zaanstreek in het eerste. En ik dacht 3 spelers van de Alkmaar 54. Dus wij voerden wel de boventoon. Maar het klikte wel vanaf het begin. En vanaf het begin hebben wij goed gedraaid. Er zijn toen 21 wedstrijden zijn we ongeslagen geweest. Toen een klein dipje meegemaakt. Maar aan het eind van de competitie stonden we er weer. En toen promoveerden we uiteindelijk dan toch. Even kijken, was tegen Volwijkers uit. Dus, en wie scoorde? Wim de Jager. Ja, het was een snikhete dag. Daar kan ik me nog wel herinneren. En ik had last van mijn schoenen. En toen vroeg ik aan Piet Ouweland of hij mij kon helpen daarmee. Hij zei, Piet, dat weet ik wel. Je moet op je kousen moet je vaseline doen. En dan in je schoenen en dat verzacht. En dan loop je lekker op het veld. Nou, prachtig idee. Dus ik vaseline op mijn kousen, in mijn schoenen. En ik was nog niet op het veld, dus ik glitste alle kanten op. En ik een waardeloos eerste helft gespeeld. Vanwege dus mijn glibbergladde schoenen. Na de rust meteen helemaal schoongemaakt en dergelijke. En toen ging het de tweede helft gelukkig een stuk beter. Ja. Wat weet jij die goal nog hier? Ja, dat was aan de bovenkant. Een dribbel en dan met een boogbal over de keeper heen. Ja. Wim die heeft zo verschrikkelijk veel belangrijke doelpunten gemaakt in promoties en belangrijke andere wedstrijden. Hij was snel, hij kon goed schieten, hij kon ook nog goed koppen. Dat was natuurlijk in Alkmaar helemaal zo. Toen werd hij ook Soef de Haas genoemd. En was het ook wel eens dat hekken open, als hij dan weer zo'n... Hij kwam rennen, hekken open, voordat hij... Grappig, hè? En als het dan niet zo ging, omdat hij straat te maken was... dan werd er weer geroepen van als het niet zo goed ging... of niet zo goed speelde, of de wedstrijd... Hé, de jager had die stenen of die klinker is uit je zak, weet je wel. Zulke dingen. Het was natuurlijk eentje van FC Zaanstreek, een speler. En in Willems' spel zat dat verscholen. Die kon je soms een half uur niet zien. En dan deed hij weer een geweldige actie. En dat werd niet altijd op prijs gesteld door het publiek. Dus hij kreeg wel eens wat geluiden naar zijn hoofd. Ja, dat was altijd wel heel sterk. Als het goed ging, als het goed gespeeld werd, dan kwam iedereen naar je toe. Schouderklopjes en goed gedaan. Maar als hij een keer niet goed gespeeld had. En omdat hij ook natuurlijk in Alkmaar werkte als stratenmaker. En als het dan slecht was geweest. Nou, hij zegt, dan vond ik het gewoon rottig om weer op straat. Hij werkte dan hier echt in de binnenstad. En dan kwamen natuurlijk mensen met kritiek. Hè? En dan kreeg je het nodige te horen. Dat was niet zo leuk. Wat zei je dan, Wim? Nou, ik zei helemaal niks. Ik sloop me helemaal op in mezelf. Ik vond het wel goed. Daar reageerde ik niet op. Als het publiek het dan een beetje in de gaten had, dat hij moeilijk zat, dan waren ze vrij kritisch op Wim. En daar kon hij juist helemaal niet tegen. Dus ze zakte in feite steeds verder weg. Maar voor de rest, een goede voetballer en een fantastisch mens. Was zonder Wim de Jager AZ ontstaan? Misschien op termijn wel. Dat weten we natuurlijk nooit. Maar in ieder geval op dat moment was het... Was hij de rode draad in dit verhaal? En dat is natuurlijk heel mooi. Wim zal op deze manier nooit vergeten worden. Zelf wil hij het er nooit over hebben. Hij zal ook nooit tegen iemand vertellen dat hij dus eigenlijk de oorzaak is van AZ. En ik vind dat een heel leuk verhaal. Dus als er maar even interesse is, dan vertel ik iedere keer op de camping of familie of kennis, zoals we nieuwe kennis krijgen. Nou, dan zo en zo. Dat vinden ze wel heel apart, maar hij gaat er nooit prat op. Maar heel veel mensen weten het ook niet, hè? Nee. Wat zeg je dan tegen je vrouw? Nou is het wel genoeg? Zo vind ik ook, ja. Dan kijkt hij al. Als blikken konden doden dan, weet je. Nou, zo erg. Maar dan kijkt hij al van, nou heb je haar weer met een verhaal, weet je wel. En Wim de Jager, de man om wie alles was begonnen, was een snelle rechtsbuiten met schier onafvolgbare schijnbewegingen. Van Alkmaar 54 zijde waren onder andere Jan Visser, Wim Kabel, Siem en Henk Tijm, Gerrit Vredeburg, Piet Beets en Bob van Rijssel gebleven. Tezamen vormden zij een prima homogeen team onder leiding van trainer Leslie Talbot. Gevolg? Promotie naar de Eredivisie in het eerste jaar van de fusie. Een nieuwe liefde was geboren.